Het Nederlandse justitieapparaat ervaart druk. Hoge werkdruk voor rechters en officieren van justitie leidt tot klachten en overbelasting. Het Openbaar Ministerie is terughoudend met het faciliteren van beroemdheden die persoonlijke conflicten in de rechtszaal willen beslechten. Na conflicten tussen Rachel Hazes, Samantha Steenwijk en de mediafiguur Evert Santegoets wil nu ook Gordon een rechtszaak aanspannen. Santegoets interviewde de ex-verloofde van Gordon, wat tot woede leidde bij de tv-persoonlijkheid. De aangifte werd afgewezen, wat Gordon als een pijnlijke nederlaag beschouwt. Het omstelt dat er geen sprake is van smaad en laster, aangezien Gordon zelf zijn privéleven openbaar heeft gemaakt en Santegoets als journalist opereert. Dit standpunt wordt door Gordon betwist. Gordon uit zijn ongenoegen over de beslissing van het om en stap naar de media om zijn onvrede te uiten. Hij overweegt een artikel 12 procedure om alsnog vervolging van Santegoets te bewerkstelligen. De voortgang van de zaak wordt nauwlettend gevolgd en er wordt gesuggereerd dat de kans op succes voor Gordon niet hoog is, gezien de statistieken rondom artikel 12 procedures. Het nieuws over Gordons voornemen leidt tot verdeelde reacties op sociale media, waar sommigen vinden dat hij zich beter kan richten op andere zaken.